Dit is het eerste schooltennistoernooi voor de groepen 4 en 5 van de basisschool. Dat doen we dit jaar voor de eerste keer op deze manier. Vroeger hebben we het wel eens een keer gedaan, maar er waren kinderen die allemaal al lid waren van een tennisclub. Dan heb je toch weer een select gezelschap. En nou doen we het voor alle kinderen van de basisscholen in Almelo. Dat is ook Bonnebroek en dat is ook Adorp. En dat is gewoon een leuke nieuwe opzet. Ja, want dit is niet alleen de Venos die dat organiseert, maar er zijn meerdere tennisclubs en tennisleraren, hè? We vinden het heel belangrijk dat tennis in Almelo voor iedereen beschikbaar is en dat je de kennis mee leert maken. Dus we hebben gezegd, nou, we doen het voor alle scholen in Almelo, dus ook Bonnebroek, ook Adorp. Dus tennisvereniging Adorp, tennisvereniging Bonnebroek, tennisvereniging Luc Torre te Mergo en tennisvereniging Veenhorst organiseren het samen. Wie kan er winnen? Wie kan er winnen? Nou, daar hebben we een hele speciale telling voor. Je hebt natuurlijk scholen die komen met 15 kinderen. Je hebt scholen die komen met 4 kinderen. Elk kind heeft 3 wasknijpers gekregen aan het begin van de middag. En winnen ze, wint een kind, dan moet hij een wasknijper, krijgt hij het wasknijper van de tegenstander. Op een gegeven moment zal een kind geen wasknijpers meer hebben, misschien. Maar die kan dan in de oefenhoek, wat een beetje verderop zit, kan hij wat oefeningen doen, kan hij weer wasknijpers verdienen, kan hij weer instromen in het toernooi. We gaan zo meteen tellen hoeveel wasknijpers elke school heeft. En dat berekenen we dan zo in verhouding tot het aantal deelnemers. Dus iedere school, ook al heb je maar 3 leerlingen, kan deelnemen. Dus we maken het heel makkelijk en we hopen dat volgend jaar, als het project wat meer onder de aandacht nog komt, nog meer scholen hieraan zullen deelnemen. Dus jij hebt ook wasknijpers. Waar zijn die voor? Als je in gewonnen hebt, krijg je wasknijpers en je begint met 3 wasknijpers. Dus je hebt er al een paar gewonnen? Ja. En ga je nog een partijtje spelen? Ja. Vind je het leuk om te tennissen? Ja. Heel veel succes, jongen. Dankjewel. Hoe vind je tennissen? Best leuk. Heb je het al vaker gedaan? Ja, 1 keer met het pannenkoekentoernooi. Met wat voor een toernooi? Het pannenkoekentoernooi. Het pannenkoekentoernooi, maar pannenkoeken en tennis, dat hoort toch helemaal niet bij elkaar? Nee, maar dan ging ik eerst tennissen en daarna ging ik pannenkoeken eten. Oh, dat is wel lekker zeker, hè? Ja. Hartstikke goed dat jullie vandaag gewonnen hebben. En hoe heet jij? Ellemijn. Ellemijn, hoe ging dat vandaag? Had jij heel veel wasknijpers verzameld? Ja. Hoeveel waren het er? Dat weet ik niet meer. En tennissen, heb je dat wel vaker gedaan? Ja, best wel vaak. Ja, wanneer doe je dat dan? Lucas! Meestal op dinsdag. Staan. Bijna elke dinsdag. Bijna elke dinsdag, dus jij weet al wel een beetje hoe dat moet, hè?